Nou, vandaag volle bak tijdens de pre-season test hier op Veldhoven. Waar iedereen hard aan het trainen is voor het eerste ronde van het Nederlands kampioenschap karting in 2012. Wij zijn erbij, we hebben wat interviews voor jullie gemaakt en daar gaan we nu even naar kijken. Veel plezier. Sally, zij zijn de afgelopen 2 dagen allebei dezelfde richting opgereden. Ja, dat klopt ja. Ja. We zijn elkaar niet eens tegengekomen. Nee, het was zo vreselijk donker daarbinnen. Zeg je, even serieus, want dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Je hebt je overal niet aan. Ga je toch wel rijden? Ja, we gaan zeker rijden, ja. Maar, je vindt het niet nodig om te trainen? Ja, zeker nodig, maar we hebben geen tijd. Geen tijd? Nee, ja, druk met de rest van het team, dus... Dat gaat de verkeerde kant op dan? Nee, waarom? Voor je persoonlijk? Ik maak me geen zorgen. Kijk, ik kan nu niet zeggen hoe het gaat, maar over het algemeen denk ik dat het wel goed gaat komen. Je stapt in en je wint. Dat ga ik niet beloven. Nou, je grootste concurrent, die heb je nu ineens binnengehaald. Ja, je bedoelt de hele grote. Ja, die. Kom er bij, Michael. Want je hebt nu ook zo'n RK-pakkie aan. Ja, ze hadden er nog één liggen, dus die mocht ik aan vandaag. Maar ga je nou ook rijden? Nee, we gaan niet rijden. Ik ga sleutelen voor Glenn van de Hoek. En ik hoop dat we hem de goede kant op kunnen helpen. Dus toen je zei, ik stop dit jaar... Dat was ook echt, ik stop dit jaar. Ja, dat is inderdaad, ik stop dit jaar. Ik blijf nu wel een beetje voor de hobby rijden. Ik heb alle spullen, bussen en dat soort dingen heb ik nog. Maar voor wedstrijden is het mooi geweest, ja. Nou, en dan kan hij jou mooi ondersteunen. Ja, ook. Zeker. Ik denk dat ik van Michael nog heel veel kan leren. Moet ik hier nou weer mee? Zakelijk gezien is Michael heel goed en ik ben... Oh, zakelijk gezien? Ja, nee, niet snap ik. Nee, we hebben gewoon in de loop der jaren toch wel een redelijk goede vriendschap opgebouwd. En, nou ja, hij wilde graag bij ons sleutelen en wij hadden gewoon iemand nodig die verstand van zaken heeft. Dus, nou ja, 1 en 1 is 2. Nou, ik zie het wel zitten voor jullie volgend... Dit seizoen. Dit seizoen. Ja, wij ook zeker. Dit seizoen. Dit seizoen. Ik leef nog altijd in het verleden. Goed, Sven. Alles goed? Ja, lekker. Wintercup meegedaan, dus jij bent helemaal in vorm voor het weekend. Ja, kan nog wel wat beter, maar het begint te komen. Ik ken nog wel wat scherper. Ja, stukken. Maar flink getraind, nieuw chassis of niet? Ja, het allernieuwste. Dus, MS? Ja, 30 mm. En dat voelt goed aan? Ja, stuurt super strak. Het ligt... stukken beter als een stuk rustiger als het oude chassis. Oké, dat was een beetje onrustig. Ja, maar viel wel goed mee te rijden. Oké, dus je hebt er wel vertrouwen in voor komend weekend? Ja, zeker. Nou, we gaan het zien. Succes. Dank u wel. Laura, je rijdt op een halve Birel, dat weten we. Nee, maar... ik heb een nieuwe kart. Een nieuwe kart, ja. Dit ding. Ja, dat wordt mijn wedstrijdkart voor 2012. Rotax Max erop. Ja, maar ja, daar kan ik wel mee komen bij de 07. Ik dacht dat je ging schakelen. Ja, maar ja, is ook best toch? Gewoon 07. Laura, in principe, ik vind alles best. Ja. Hoe gaat het met trainen in dit monster? Ja, hij is goed. Het is net een tank, joh. Je kan over de kop gaan en er niks aan de hand. Het mag wel iets serieuzer, Laura. Ik stel je een hele serieuze vraag. Ik zie je vader ook alweer kijken van, Jezus, waar ben ik weer aan begonnen? Laat het allemaal serieus doen. Laat het maar serieus doen. Je bent overgestapt van de under 18 naar de 07, de schakelklasse KZ2. Ja. En ook nog naar RK Racing overgestapt. Ja. Vertel nou eens. Ja, dat is juist. ik probeer dit jaar gewoon in 07 mee te komen bij Arjan en Antoine in het team. En waarom daar? Ik had die loting gewonnen en daar zou ik echt de winterbokalen mee gereden, eentje. En nu heb ik een leuke aanbod gekregen van Antoine en dat kan ik eigenlijk niet afslaan. Dus de kart beviel ook echt supergoed in het team, alles. Ja, hoe is dat team nou? Want kennen ze natuurlijk ook wel een beetje van de buitenkant. Maar hoe is het nou om daar middenin te zitten, als meisje? Ja, gaat goed. Het is een heel serieus team. En, serieus? Ja,
met het rijden, of tijdens het rijden en testen, maar daarna is het gewoon gezellig en lachen. Dat is ook belangrijk, hè? Ja, inderdaad. Maar dan ga je niet met me mee naar Jeselo van het jaar. Nee, dat vind ik wel jammer. Ja, ik ook. Ja, dan mis ik het feestje. Ja. Ja, dat was wel lachen. Ja, dat vind ik wel jammer. Dat vond ik echt een leuke ervaring. En de eten was toch ook wel leuk, hè? Ja, dat vond ik ook echt superleuk. En vooral in Jeselo, dat was echt... dat was echt een competitie daar. Dat was echt leuk om mee te maken. Ja, dat was echt superleuk. Nou, volgende NK, hè, aanstaand weekend, veel succes. Oh, en we zien je vooraan, hoop ik. Ja, dat wordt nog wel moeilijk, denk ik. Het is nog een leerjaar. Tussenin dan. Dat hoop ik. Zo heb ik ze het liefste. Van de Hoek, dat is een heel ander pak wat je aan hebt. Vertel. Ja, ik werd aangesproken door Antoine Soyes. Die vroeg of ik bij hun wou komen rijden. En een goede rijdenstar. Hè? En daar heb ik goed over nagedacht. En toen heb ik ja gezegd. En we zijn vandaag voor het eerst aan het trainen, maar ik ben zeer tevreden. We zitten er meteen al bij. En ja, sinds oktober heb ik niet meer kunnen rijden. En vandaag het gaat meteen super. Motor? Ja, perfect. Die worden nou gedaan door Helmoet. En prima, niks van te zeggen. Gewoon goed. Ja. Dus je hebt er volgend weekend veel vertrouwen in? Ja, ik zeg nog niks, maar ik zal er wel bij zitten als er niks fout gaat. Maar ja. Ik ben daar niet bang voor. We zien je dan, Glenn. Ja, is goed. Tot dan. Hey, wat gaan we doen van het jaar? Ja, karten, sowieso. Dat snap ik. Ja. Maar een beetje goed eindigen, wintercup meegedaan, ging hartstikke super. Ja, super. Nu? Ja, hoop op sowieso top 5 Nederlands kampioenschap. Daar is wel een beetje waar we naar streven dit jaar. Goed voor elkaar? Nu we met trainen zitten we wel goed bij, ja. Dus we hebben niks te klagen inderdaad. Tony Kart gaat goed? Ja, Tony Kart gaat heel goed. Het is nog wel een oud type en ik hoop dat ik volgende week een nieuw frame heb en nog wat meer uit te halen voor de NK. Oké, dus je hebt er wel vertrouwen in? Ik heb er heel veel vertrouwen in, ja. Nou, succes. Ja, dankjewel. Kievitsbos. Wat vind je er nou van om Laura in je team te hebben? Ja, dat is een geweldige vrouwtje. Een geweldige vrouwtje. En nog een blonde ook? Ja, ook nog, ja. Wat wil je nog meer? Nee, niks. Hey, heb je er een beetje vertrouwen in van het jaar? Ik denk dat het wel goed gaat komen, ja. Ja. Spullen goed? Ja, dat weet je natuurlijk nog niet, maar dat ziet er wel naar uit, ja. Ja? Ja, je hebt toch al een beetje getest ermee? Ja, één keer met een nieuwe nog maar. En dat voelde wel goed? Ja, beter. Beter? Beter. Ja. Maar ja, wat doen de anderen allemaal, hè? Dat weet je niet. Ja, die zijn waarschijnlijk ook wel beter. Ja, dus dat gaan we zien. Hey, kijken natuurlijk ook nog wel eens mensen naar ons programma. Die nog helemaal de ballen verzand hebben van karting. Hier loop jij natuurlijk al hartstikke lang mee. Hoeveel keer Nederlands kampioen ben je geweest? 6 keer Nederlands kampioen. 6 keer? Ja. Dus dat is een topper. Hoe ben jij er nou eigenlijk in gerold? Via de indoorkarten. Ben ik er eigenlijk mee begonnen. Een jaartje indoorkart en toen met de schakels gelijk al. Direct de schakels in? Ja, direct de schakels, ja. En waar ben je begonnen met indoorkarten? Nijverdal. Dat was een van de eerste toen? Ja, dat was een van de eerste, ja. Ja. Dat was in 1995. En hoe maak je dan die overstap? Ja, dat kwam toen via mijn baas. Die deed in de multicross en die kende van Diaco toen al. Hij zei, ga maar eens een keer buiten karten. Nou, toen zo is dat echt gebleven. Oké, en dat was zo leuk en daar was je zo goed in dat je zei, hoppakee. Nou, ik weet niet of ik er goed in was, maar blijkbaar wel. Ik vond het wel leuk, ja. Ja. Nou, zo gaat het dus mensen, zo kom je in de kartsport, gewoon gaan indoorkarten en dan verder kijken. Ja, dat is wel de beste weg. Dat is het truc. Ja. Nou, komend weekend, wat denk je? Ja. Ja, dat weet je niet. Dan doen er wel veel goede mee, hoor. Dus je maakt je wel een klein beetje zorgen? Nee, geen zorgen, maar ja. je weet niet wat je staat. Nou, we gaan het allemaal zien. Succes. Ja, dankjewel. Goed, terwijl ze hier druk aan het sleutelen zijn. Chantal, hoe gaat het ermee? Redelijk, zou ik zeggen. Maar ja, dat weet je volgende week pas. Dus een beetje kijken nou nog. Maar wel een beetje kunnen klokken. Hoe zat je? Goed, maar er zijn er nog een hoop niet, denk ik. Dus het is nog een beetje lastig kijken dan. Beetje koffiedik kijken. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Nieuwsjes zie? Nieuw van CRG nou aan het testen en nog ten opzichte van de oude. En we moeten nog een beetje mee proberen. Maar die ligt goed?
Nog niet, maar daar zijn we nog aan het werken, dus komt wel. Je kan nog terug naar de oude of een andere? Ja, we hebben van vorig jaar nog erbij, dus nu even een paar keer wisselen en dan komen we er wel uit, denk ik, voor volgende week, hoop ik. Nou, succes zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Mitchell Verburg, ja. Je gaat bij ons in een 0-3 rijden. Klopt. En er hebben wat reglementsveranderingen. En jij gaat met een Rotax Max rijden met de 30 mm carburateur erop, hè? Ja. Hoe gaat dat? Want het was best wel een verrassing voor iedereen. Ja, ik vind het wel beter. Trek beter en ja, meer toeren. Dus de motor wordt er eigenlijk sneller van? Ja, hij is sneller. Dus je ziet dat wel zitten? Ik wel. Ik heb er zin in. Ga voor de winst? Ik wel. Nou, succes. Ja, dankjewel. Ja, en nu heb je je camera erop. Ja, in één keer. Wat gaan we doen van het jaar? Proberen zoveel mogelijk NK's mee te rijden in de 07 klas. Maar je weet nog niet of je ze allemaal gaat doen? Nee. Dat zal liggen aan de resultaten. En ja, budget en dergelijke. Dus, Ze zeggen al dat resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar heb je wel een beetje resultaten in het verleden? Weinig. Ik ben ook nog nooit echt een heel seizoen meegereden. Altijd een beetje losse wedstrijden. En ja, het is lastig om vooraan te komen. Het is veel trainen, wat ik ook niet echt doe. En op zich materiaal is wel altijd goed in orde. Dus daar ligt het niet aan. Maar het is vooral veel trainen om vooraan te komen. En dat doen we te weinig misschien. En veel ervaring in races opdoen. En als je er maar 2-3 per jaar rijdt, dan is het lastiger dan als je jaren achter elkaar hele seizoenen rijdt. Ja, maar nu komende wedstrijd doe je mee? Ja, ik heb wel ingeschreven. Ja. En je hebt nu getest? Ik heb nu getest, ja. Dus je hebt er nu wel een beetje vertrouwen in? Ik heb er nu vertrouwen in, ja. Ja, heel zeker. Ja. Succes. Dankjewel. Vertel eens even, je hebt vandaag een beetje getraind op de 0-3. Hoe ging het? Dat ging goed. Goede motor, voor het eerst met voorremmen. Dat is allemaal een beetje wennen. En een Rotax Max met een 30 mm carburateur? Ja, krijg je voor het eerst mee. Dus het is allemaal een beetje kijken hoe het werkt. Maar dat loopt wel goed? Ja, dat is de snelle motor. Tot volgend weekend. Tot volgend weekend. Nee. Ja, nee, dat hadden we afgesproken. Oh ja? Nou, we hebben het afgelopen jaar, of eigenlijk vorig jaar, zo'n beetje op alles zien rijden. PCR, Robert Kubica kart, Tony kart. En nu is Birel, vertel. Oude liefde roest niet. Je hebt heel lang Birel gereden vroeger? Ja, dat klopt. Ja, heel lang. We zijn in 2005 samen bij Anton gaan rijden. En ja, dat was toen Birel. We hebben Europees meegereden, Nederlands meegereden. En nou weer terug bij Birel. En bevalt? Bevalt heel erg goed. Ja. En vooral de remmen, dat is voor mij... Dat was voor mij toch de keuze, dus zodoende. Was je al met op die Tony kart problemen met de remmen? Dat klopt. Het is verder gewoon het frame is gewoon goed, alleen de beremming was voor mij niet... Nou ja, dat is wel belangrijk voor het vertrouwen, denk ik ook. Absoluut, ja. En dat zit nu goed? Dat zit nu goed. Kart voelt goed aan, motor goed? Ja, absoluut. Dus je hebt er wel vertrouwen in van het weekend? Ja, maar ja, dat is over een week, hè? Ja, nou ja, maar goed. Je kan er nu vertrouwen in hebben, of niet? Nee, dat klopt, dat heb ik al. Ja. Oké, nou succes. Dankjewel. Hè. Nick, hoe is die? Maar het goed, ja. Ja, ook goed. Beetje getest? Ja, vorig weekend, het Birel. En dat beviel wel. Ging ons elkaar de rest Intrepid. Ja, vorig jaar Intrepid. Ja. Ja, het was een fijn katje, maar niet genoeg ondersteuning. En alleen dan met Jeffrey samen. Alleen, die is nu ook gestopt, die is naar een ander team toe. Dus ja, dan sta je met z'n tweeën voor en dan is het toch wel een ander verhaal. Ja, dan wordt het wat lastiger. Inderdaad. Dus nu, Birel, splinternieuw. Ja, splinternieuw, verse te pes. Dus, nog een reden vandaag? Nee, vandaag nog niet. We hebben deze kaart nu net gekregen, dus vanochtend. En vandaag even wezen opbouwen dan. Dus die is vers uit Italië? Jazeker, gisteren aangekomen, gisteravond laat. Ga je nog trainen van de week? Nee, van de week niet. Dus het wordt echt een verrassing? Ja, ik weet wel, het is een fijn katje. En Jacco heeft er veel verstand van, dus daar vertrouw ik wel op. Dus je ziet het wel zitten? Jawel. Nou, kom maar goed. Succes van het weekend. Best, dankjewel. Menno, ja. Flink getraind vandaag, hoe ging het? Ja, klopt. Ja, vandaag ging het wel goed. Ik heb veel uitgeprobeerd voor volgende week dan. Wat heb je allemaal uitgeprobeerd? Geen illegale dingen, hè? Nee, tuurlijk niet. Dat doen we niet aan. Nee, we hebben veel veranderd aan de kart. En breder, smaller, achterwimpels, van alles. En we zijn er wel uiteindelijk uitgekomen, ongeveer. Je bent er nu wel een beetje uit hoe die moest staan. Ja, dat denk ik wel. Motor goed? Ja, dit is dan mijn trainingsmotor. En volgende week komt dan gewoon mijn wedstrijdmotor op. Die is net wat beter dan de rest, zeg maar. Dus echt de bom? Ja, de bom, ja. Winnen? Nou, ik ga mijn best doen. Ik ga het altijd proberen, maar het wordt wel lastig, denk ik.
Want je gaat nu van de 07 naar de 06, een niveau net allemaal wat hoger, maar ja. Wintercup al kunnen proberen. Ja, Wintercup ging goed. En nou dan naar de 06, ja, het wordt wel zwaar denk ik, maar ik ga mijn best doen. Nou, succes van het weekend. Dankjewel. En voor ons, en niet voor mij persoonlijk, nieuw gezicht. Vertel eens wat over je eigen, met name je zoon. Mijn zoon, dat is Bo Heijmans. Hij is 8 jaar. Het is het derde jaar dat hij rijdt. Hij heeft 2 jaar op Straaien gereden. Clubkampioenschap? Clubkampioen bij de beginners, bij de rookies. En nu gaan we diep in, zeg maar. We gaan proberen het NK mee te doen. En een beetje vertrouwen in? In Bo wel, nou en de rest nog. Beetje goed materiaal aangeschaft van het jaar nog? Of? Ja, daar rijden we nou 2 jaar mee, met Luxor en met LKE. En Alex heeft dat altijd netjes voor elkaar voor ons. Ze hoeven zelf niet zo, nou ja, je zou niet aan de handen zien, maar... Nee, ze zijn wel een beetje zwart. Beetje zwart, maar er komt steeds meer bij kijken. En het is toch wel, ook voor het team eromheen, heel interessant. Ja, maar dat is wel een uitdaging. Zeker voor mij, ja. Je bent er wel een beetje vertrouwen in voor van het weekend? Hij krijgt 1 tip van mij mee, om lekker rustig aan te doen. En naar zijn zin hebben, dat is het allerbelangrijkste. Je moet lachen, moet met een lachend gezicht die kart uitkomen en dat is het belangrijkste. Ja, nou, we gaan het allemaal zien van het weekend, maar dat is belangrijk, plezier hebben. Absoluut. Oké, nou succes. Als ik het heb, hebben jullie het ook, toch? Ja, zo is het. Weer een nieuw gezicht, niet voor mij, maar voor de mensen thuis misschien. Ja, dat wel, ja. Minis, je komt van Straaien, daar heb je clubkampioenschap gereden. Ja. En vertel, wat ga je nu doen? Nou, we gaan nu voor het eerst dit jaar gaan we proberen om NK's te rijden met Dylan. En Dylan heeft er wel zin in? Nee, volgens mij niet, toch? Of wel? Ja. Kom dus even bij, Dylan. Nou, dan ga ik even knielen, dan klopt de lengte wat meer. Jij gaat het NK rijden. Vind je dat spannend? Ja, wel een beetje. Wel een beetje, want jij hebt nu de clubwedstrijd op Straaien gereden. Ging dat goed? Ja hoor. Ja, heb je nog prijzen gepakt of derde geworden of eerste geworden? Tweede. Tweede zelfs? Ja. Dan noem ik ze allemaal op, behalve de tweede. Ja. En wil je nu in het Nederlands kampioenschap, wil je dan gaan winnen? Ja, eigenlijk wel. Stomme vraag, hè? Ja. En als je hier nou heel goed kan karten, wil je dan ook de autosport in, Formule 1 of zo? Of, ja. Ja, is dat wel een beetje de bedoeling? Ja, ik hoop het wel. Wie is je lievelingscoureur in de Formule 1? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, die vind je goed? Ja. Die deed het van het weekend ook weer goed, hè? Ja. Nou, we gaan het allemaal zien. Komend weekend ben je erbij? Ja. Succes. Ja, dankjewel. De familie ten Bak. Op de Formule Kaas. Ja. Ik ben een beetje in verwarring. Jij hebt nog een first overal aan. Er zit aan een Tony Kart te sleutelen. En jij hebt een Robert Kubica overal aan. En zit aan een Formule K overal te sleutelen. Hoe is het nou? Ja, prima. Ja, dat snap ik. Maar hoe het zit? Ja. First. Tony, of de first ben ik begonnen. Ja. En daarna ben ik met Tony verder gegaan en nu de Formule K. Oké, maar wat doet dit ding hier nog? Niks meer. Die is voor de verkoop, zeg maar. De motorblok moet eraf. Oké. Ja. Dus reserve. Ja, kun je ook zeggen. Maar Formule K, dat is relatief nieuw. Ik ken het een klein beetje, want ik heb nogal contacten met Parolin en daar worden ze gebouwd. Ja. Maar vertel er eens even wat over, want het is behoorlijk in opkomst. Ja, dat klopt. En we zijn nog volop aan het testen. Dus we zullen volgende week zien. Maar voelt goed aan? Ja, hij voelt goed aan, ja. Hij is lekker rustig. En ja, kijken of de snelheid erin zit. Je hoeft niet heel veel te doen om hem aan het rollen te krijgen. Nee, hij is heel constant. En ja, hij voelt gewoon goed, lekker ontspannen aan. Nieuwe motor ook erbij meteen? Nee, van vorig jaar. Die was goed nog? Ja. Dus gewoon doorgaan? Gewoon doorgaan. Nou, ik zou zeggen succes van het weekend. Dankjewel. Ja, nu moet je niet denken dat hij ineens snel zijn overal geswitcht heeft, want dit is weer een hele andere ten Bak. Maar jij ook op de Formule K? Ja, ook op de Formule K. En rijdt ook lekker? Ja, en vorig jaar de RK en nu gaan we de Formule K proberen. Jullie hebben wel een voordeel, dat is jullie met z'n tweeën zijn. De een die probeert een Tony kart, de ander probeert een Birel of een CRG. Jij een Robert Kubica kart, nu weten je het gewoon. En nu ga je allebei Formule K. Ja, ja, we gaan allebei op de Formule K. Als dus je tweede... werkt eigenlijk 2 keer zo snel als de rest van het veld. Laten we dat hopen, maar dat zijn jouw uitspraken. Nou ja, je hebt nu alle merken zo'n beetje gehad met z'n tweeën in de afgelopen 10 jaar. Nee. Dus nu blijft de beste over. Nee, dat valt mee. Dat valt mee. Ook alleen maar een first en een RK 2 en nu een Formule K. En, maar goed, die Formule K die voelt goed aan. Ja, voelt goed aan. Dus. En wie doet dat eigenlijk in Nederland?
Eddie. Oké, en Eddie is? Eddie is de monteur. Eddie, dat is een monteur. Dus hier, ik dacht dat je bedoelde, wie doet dat nou, dat die gaat? Dat ja, is ja, Eddie. Ja, dat doet Eddie. Maar waar koop je die dingen? In Apeldoorn, in Blom. Ja, ja, deze komen van Blom ook wel. Die is Europees, maar die heeft geen andere distributeur voor KZ of zo. Volgens mij niet. Nee. Volgens mij niet. Okay. Want die doet heel dat Rotax Max verhaal natuurlijk op de Formule K, want daar zijn ze heel succesvol. Ja. Dus nu de KZ. Ja. Zo moet het goed komen. Daar moeten jullie voor gaan zorgen. Ja. Gaan we proberen. Nou, succes komend weekend. Dankjewel.